Dag mensen, een hele goede morgen en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief naart en geen financieel advies. En in deze koersvideo gaan we kijken naar wat gaat Bitcoin doen. We hebben een mooie groene week gezien gisteren, sorry, vorige week. Wat kunnen we verwachten? FOMC meeting woensdag, wat zijn daarbij de verwachtingen? En wat kunnen we dus verwachten van de koersen? Um, kun je de content waarderen? Vergeet dan niet de video een like te geven, abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet daarbij niet op het uh, alarmklokje te klikken of uh, het belicoontje te klikken: dan krijg je een melding wanneer de nieuwe video er is. Vandaag 20 maart en pas op voor de spammers en scammers onder in de comments. En het is geen financieel advies. Laten we ook even kijken naar de Fee Greed Index. Die is inmiddels weer in de greed beland. En dat is niet altijd een goed teken, um, want de greed fase wordt vaker weer gevolgd door een beetje veer. Goed, we gaan het bekijken in de grafieken. Belangrijkste van deze week en misschien ook wel het belangrijkste van het hele jaar is de FOMC meeting. Die zal woensdag 22 maart plaatsvinden om 7 uur s avonds. Op onze tijd, daarin gaan ze weten wat ze. Uh, gaan doen met de federale rente, de Federal Funds Rate. En de verwachting is dat die naar 5% zal gaan. En dus dat we een 25 basispunten verhoging zullen gaan krijgen. Het belangrijkste zal in mijn ogen wel zijn de conferentie, waarin ze met meer detail uitleggen wat ze van plan zijn. En waarbij we dus ook de economic projections zullen gaan krijgen. Dus verwacht volatiliteit in ieder geval. Uh, en in de grafieken kunnen we wellicht al een hint krijgen van wat we kunnen verwachten. Goed, voordat we daar naartoe gaan ook. Uh, ik heb heel veel data, eigenlijk interessante dingen. Dus uh, die ga ik even met jullie delen. Dan gaan we door naar de grafieken. Um, en uh, door de week maak ik wel wat vaker video's voor de Premium Discord-groep. Gewoon wat korte video's over andere interessante dingen naast de grafieken. En we beginnen even met de liquiditeit. Hè. Dit is een video van. Uh, even kijken. 26. Oh. Nee, eh, van Even kijken, 7 maart was dit alweer, eh, waarbij ik ook mijn instapstrategie wilde bespreken. Maar daar zien we dus allereerst ook de liquiditeit. Die ging tot aan de 28.600, sorry, nee, de 25.200, 300 ongeveer. Dus dit was ook een verwachting dat we dat zouden kunnen gaan bereiken. En het volgende punt, daar zijn we nu aangekomen rond de 28.600 tot 29.000 dollar. Dus dat is belangrijk om te weten, hè, dat we dat nu hebben gepakt. Die liquiditeit gaat helemaal door aan, eh, tot aan de 38.000 dollar ongeveer. Daarna wordt het veel minder. Uh, okay. Ja. Dus dat is punt 1. Hè. Dus er is nog best wel wat liquiditeit daarboven. Maar we mogen dus ook niet vergeten dat hier rond de 14.000 dollar ook nog een heleboel liquiditeit zit. Dat zien we ook terug in deze heatmap. Hier rond de, onder de 15.000 dollar zit inmiddels een hele sterke gele band. En hier, deze kleinere gele band die je hier ziet, dat was na de FTX crashes. Er is een goede kans dat we de bullmarkt zijn gestart. Um, of tenminste ook een bodem hebben gemaakt, maar we kunnen niet uitsluiten dat we die liquiditeit gaan ophalen daar. Dus de boodschap daarin daar is eigenlijk: hè, pas op met FOMO. Um, hè, want we kunnen gewoon nog een goede pullback maken. Traditionele aandelen, waar we zo direct naar gaan kijken, die kunnen ook nog een klap uh, te verduren krijgen. Daarnaast is er ook weer meer verandering um, en dat zit hem in de Injecties van geld, oftewel de stimulus die de centrale banken wereldwijd aan het aanzetten zijn. En het begon met China. Die willen na de COVID uh, crash eigenlijk, maar ook vooral na de COVID-restricties, um, willen ze de economie weer uh, aanzwengelen. En dat doen ze door geld te investeren in de banken en in, het, in de economie. Of in ieder geval de geldprinter dus eigenlijk aan te zetten. En we zien dus ook als die liquiditeit aangaat in China, dat er ook. Uh, Pumps kunnen ontstaan in bitcoin en cryptocurrencies dus. Dus dat is er één. Even kijken wat is nog meer belangrijk uit deze video. Ik had het hier ook over mijn instapstrategie, dat je hier eigenlijk rechts ziet. Dus niet al mijn targets zijn bereikt, maar dat betekent niet dat we die nog kunnen krijgen. En op die 19.700, dat was de grotere dip die we vorige week of de week daarvoor zagen, ben ik mooi ingestapt. Dus dat staat mooi in de plus. Nu nog kijken of die anderen ook kunnen bereiken. En zeker die liquiditeit onder die 15.000 dollar. Even kijken. Dus, dan verder. Uh, deze was van uh, de week, eigenlijk, 17 maart. Hier zien we dus ook een grote verandering, eigenlijk. Dus, Um, de diepere targets rond de 14.000, of de eigenlijk 12.500 en lager die ik had, dat was vooral op basis van het feit dat de rentes hoog zullen worden. De geldprinter staat niet aan, maar dat is nu dus wel veranderd. Dus ik ga er niet meer vanuit, uh, zomaar vanuit, dat we van onder die 15.000 zitten. Ik hou een open mind. We zien dat daar nog een heleboel liquiditeit zit. Dus ik hou sowieso kruid over voor het moment dat als we daar mogen komen of kunnen komen. Maar de situatie is wel veranderd. Want na China gaan ook nu de Amerikaanse banken printen nadat eh, de banken zijn gefaald. Hè, dus de Fed die zet de geldprint eigenlijk aan um, eh, in de vorm van de BTFP. En eigenlijk is dat dus een ja, reddingsprogramma voor de banken vooral eigenlijk. Die groter is dan wat ze hebben bijgeprint in COVID. Dus dat is insane. En dat zorgde toen al voor enorme inflatie. Dus ja, als ze dit ook zo voortzetten, dan zou de inflatie alsnog weer terug kunnen komen. Dus de Fed zit weer in een bijzondere positie waarin. Ja, Wat moeten ze nu eigenlijk doen met de komende renteverhogingen? Maar het lijkt erop dat ze niet veel keuze hebben. Want ze zeggen altijd, de Fed gaat door totdat de dingen stuk gaan met rentesverhogen. En nu gaan de banken stuk. In uh, Amerika gaan de banken stuk. In Zwitserland gaan de banken stuk. Eerder uh, vorig jaar, eind vorig jaar gingen uh, de pensioenfondsen in Engeland stuk. Dus die renteverhogingen die, uh, die maken de dingen ook nu stuk. En daardoor moet de Fed toch iets gaan doen. Maar de inflatie is nog steeds rond de 6%. Maar goed, dus die BTFP dat is er eigenlijk um, en je ziet dus eigenlijk hier aan deze groene lijn, als die liquiditeit erin gepompt wordt, TED Talks macro is een goede om te volgen daarin, uh, dat ook de koersen daar eigenlijk in volgen. En wat we ook zien is dus dat die liquiditeit erin is gepompt. Je ziet hier eigenlijk uh, de Fed balans En ze hebben dat uh, door middel van uh, quantitative tightening, hè, dus kwantitatieve uh, verkrapping, wilden ze uh, hun balans verkleinen. Dat hebben ze gedaan en nu in één week tijd na het falen. Hè, dus, dit was 600 miljard minder en nu hebben ze in een korte tijd 300 miljard op de balans erbij. Dus in één week tijd is uh, maanden werk uh, naar de knoppen gegaan eigenlijk. Dus er is wat stuk, er is wat veranderd. Hier gaan we zo direct nog naar kijken naar de actuele data. Wat we kunnen verwachten van de Fed-meeting aankomende woensdag. Um, dit is een uh, plaatje van Decent Trader. Die kun je ook volgen op uh, Twitter. Uh, volgens hem hebben we de bodem al bereikt. En lijken we heel goed de bullmarks uh, hiervoor te volgen. Dat we hier een bodem hebben bereikt. En dat we hier langzaam maar zeker toch omhoog zullen gaan. Um, maar er is een grote ma in dit hele plaatje. Want één, zien we dus die liquiditeit. Uh, dat zien we in de grafieken, of tenminste niet in de grafieken, in de data. Uh, onder die 15.000 dollar zit een hele grote dikke band aan, heat, uh, aan liquiditeit eigenlijk. Dus de kans is nog steeds dat we erheen gaan. En de Fed die moet dus op een gegeven moment de pivot gaan geven, omdat dat dikke stuk gaan. Dus dan moeten ze de rentes gaan pauzeren of zelfs verlagen. En eigenlijk in het verleden, elke keer als dat gebeurde... Kregen we juist meer rood? En we zien nu dus dat er minder correlatie is tussen de SP 500 en Bitcoin. We zien de uh, SP 500 eigenlijk niet zo heel veel doen, terwijl Bitcoin juist heel erg aan het stijgen is. Maar die correlatie die komt en gaat. En het is goed mogelijk dat als we nu echt uh, de volgende tweede bear golf gaan krijgen, dat Bitcoin daar aan meedoet. En dat kan nu gebeuren, maar dat kan ook over een paar maanden gebeuren als het ook in S&P 500 gaat gebeuren. Dat is wat dat betreft nog even afwachten. En de timing daarin is niet altijd even makkelijk. Dus moeten we moeten gewoon de grafiek in de gaten houden. Dus dat is ook iets om in het achterhoofd te houden. Um, even kijken wat nog meer. Dit is de grafiek, maar die gaan we zo direct Kratie verder bespreken. Goed. Dan is ook dit nog. Uh, dit is ook weer nieuw erbij gekomen. En dit betekent eigenlijk dat uh, centrale banken wereldwijd. En dat zien we in, in dit overzicht. Uh, de Federale Reserve van Amerika, Canada, Engeland, Japan. De Zwitserse Nationale Bank en de Europese Centrale Bank. Die gaan nu gecoördineerd. Gaan ze eigenlijk. Um, US-dollars verspreiden over het globale systeem. door middel van swap lines. En dit zal ervoor zorgen dat. De Bank van Amerika eigenlijk misschien nogal de rentes. Tijdelijk hoog kan houden zonder dat in de rest van de wereld de dingen falen, omdat ze nu meer dollars krijgen. Dus dit is in feite ook gewoon weer meer geld bijprinten en uiteindelijk is dat goed voor de markten. Maar de vetpivot, nogmaals heeft er in het verleden vaak voor gezorgd dat je meer rood zag. Ander interessant punt is dat ook nu voor het eerst eigenlijk um, dat Wales aan het bijkopen zijn um, sinds early 2022. Dus dat is interessant om te zien. Blijkbaar zien zij ook de markt te veranderen en zijn ze aan het kopen. Goed, dan voor woensdag de federal uh, meeting, 22 maart nogmaals om 7 uur en om half 8 de meeting, uh, de persconferentie. Wat we hier zien is dus dat 60% die verwacht dat we alsnog een 25 basispuntenverhoging gaan krijgen. Ik denk dat dat ook wel zo is. Um, eerder was er een grote verwachting dat het 50 basispunten zou uh, gaan worden, maar uh, daarna begonnen de banken te falen. Dus nu is het kamp uh, 0% verhoging, oftewel een pauze daarin. En 60% zegt we gaan voor een 25 basispunten verhoging. Blijft afwachten wat we daar krijgen. Ik denk dat uh, 25 basispunten inderdaad wel de beste mogelijkheid is. 50 basispunten na het falen van al die banken is waarschijnlijk te hoog. Uh, zomaar pauzeren is ook weer slecht voor de credibility van de Fed. Dus 25 basispunten, zoals de meeste van de marktparticipanten verwachten, is het meest logische. En dat betekent ook dat dat inmiddels is ingeprijsd. En dat we dus vooral moeten gaan kijken naar de economische projections. Wat die zullen gaan worden, weten we niet. Maar daarin zullen ze laten weten: gaan we de rentes uh, verlagen? Gaan we de rentes pauzeren? En in eerste instantie zal dat bullish zijn, maar we zien vaak daarna dat de markten toch verder insorten. En als we ook kijken naar de S&P 500, hè, waar Bitcoin eigenlijk een hele mooie stijging heeft gemaakt, doet de S&P 500 eigenlijk niet heel veel. Dus het is uh, een correlatie die komt en gaat en hè, die is zeker in deze periode heel sterk, eigenlijk vanaf de COVID-crash heel sterk geweest en die lijkt nu dus weer af te nemen. En wat de S&P 500 doet is, um, he, die heeft deze downtrendlijn gebroken. Dus euforie, iedereen blij. En nu gaan we eigenlijk alweer weken naar beneden. En dit is toch iets wat uh, de S&P 500 ook eerder gedaan heeft in eerdere crisissen. Um, dus ik ben hier nog niet bullish. He. Mochten we boven de 4.100 en eigenlijk deze highs komen, het liefst deze high hier op de 4.300, dan kunnen we misschien spreken van, en zeker als de Fed zegt, um, ja, we gaan gewoon de rentes verlagen. Dan zouden we misschien wel een bodem kunnen krijgen. Maar het is niet het meest waarschijnlijke. Ik verwacht voor de SP500 eigenlijk gewoon nog meer rood. Zeker naar die vet pivot. En wat we nu dus doen is die rode downtrend lijn. Die wordt al een paar weken getest. 1, 2, 3 eigenlijk. 4, 5 weken wordt het al getest. En dat is ook een teken van zwakte. Mocht het dus verder zakken, dan zit op de 200 wekelijkse moving average een support rond de 37,40. Dat breken en dan krijg je waarschijnlijk de tweede bear market-golf op deze manier. En dat zou dan ook vrij snel kunnen gaan, zoals in eerdere markten. En ook wat we hier dus zien, deze rode downtrend-lijn die nu getest wordt, dat hebben we ook eerder gezien, bijvoorbeeld in 2007. Even kijken, pakken erbij. Dus hier heb ik hem blauw gemaakt. He, dus daar zagen we ook dat er een downtrend was. Vervolgens werd er ook. Eh, een sprongetje gemaakt boven die trendlijn. Iedereen weer voor is. En vervolgens kreeg je daarna de tweede golf van die Beermarkt. En de correlatie op dit moment met Bitcoin is niet sterk. Maar ik denk als je dit krijgt met de SP 500. Dat Bitcoin daar ook deels in mee zal doen. En dat vertaalt zich dan weer naar het volgende. Um, want Bitcoin ziet er op dit moment heel sterk uit. Hè? We hebben hier een mooie inverse head and shoulders, die is uitgebroken. We hebben geen mooie hertest gehad van die 200 wekelijkse moving average. Deze gele lijn, de 25.200, kan nog komen. Maar wat ik uh, eigenlijk wilde laten zien, is dat de correlatie die laat nu los. We zien dat er nog liquiditeit is richting de 35 tot misschien wel 40.000 dollar op de liquidatiemaps. Dat kan gepakt worden. Overigens is hier de 28.600 tot 30.000 wel een sterkere weerstand. Uh, gaan we zo direct naar kijken. Maar waarbij ik eigenlijk waar ik op wil uh, waar ik op doel, is het volgende, waarbij we die vet pivot kunnen krijgen. Dus eerst misschien een uh, bullish reactie als de Fed inderdaad de rentes wil gaan verlagen, om vervolgens daarna de tweede bear market golf te krijgen in S&P 500. Hè, dus dit gedeelte dat zou kunnen gebeuren ook bij Bitcoin. Dus als we zoeken naar een katalysator in de vorige bear market hadden we dus een hele mooie bodem gemaakt op de 200 wekelijkse moving average. Daar zijn we nu trouwens pas weer net boven gekomen dus dat is positief. Maar daarna kregen we dus een hele stevige bear market rally eh, richting de golden pocket de regio om vervolgens daarna toch weer flink te zakken richting de 7000 dollar. Dus dat ging daarna alsnog van die high. Even kijken, 50% omlaag, dus zelfs als we naar die 35.000 dollar gaan, of die 30 of die 40, kunnen we nog een flinke beweging naar beneden maken. En dankzij de COVID-crash kregen we zelfs nog een 70% crash. Goed, dat was een Black Swan event, dat hoeven we nu dus niet weer te krijgen. Maar als we die tweede verkoopgolf krijgen in de S&P 500, de eerste golf hè, vanaf november 2021, dat zorgt eigenlijk voor dit. Voor deze golf 77% naar beneden. En als we dus nog eens zo'n golf krijgen. Ja, dan kun je dus nog steeds een goede smak maken. Hè, van 50% naar die 15.000 dollar. Ik zeg niet dat het gebeurt. Maar het is gewoon iets om in het achterhoofd te houden. En als je, zeker als je FOMO voelt. Um, dus dat. Goed. Wat kunnen we op de korte termijn verwachten? Er zijn twee uh, dingen waar ik naar kijk op de, uh, de Bitcoin-grafiek van de wekelijkse. We zien hier dus die inverse head and shoulders. Die is mooi uitgebroken naar boven. Goed volume ook. Mooie groene candlestick. Maar een hele mooie hertest hebben we ook op de uh, daily niet eens gehad. Dus er zijn twee uh, mogelijkheden waar ik naar kijk eigenlijk. Eén is groen, dat we in de komende dagen een pullback krijgen na die 200 wekelijkse moving average. De 25.200 ongeveer. Om daar volgens groen een mooie beweging te krijgen. Dat zou dan een mooi instapmoment kunnen zijn richting de 30.000, 35.000 en de 40.000 dollar. Dat zijn in ieder geval de volgende targets. En de technische target van deze Inverse shoulders zit hier op de 35.000 dollar. Mochten we nou richting de FOMC-meeting ook al doorgaan, richting die 29.000, de 28.6 tot de 30.200, dus dat is de weerstand die we hier zien, wat hier dus eerder support was. Dan zou ik eigenlijk ook een short willen starten met target 1. In ieder geval de 200 wekelijkse moving average. En wellicht ook zelfs toch weer die 20.000 dollar. Want we zien dat daar ook nog een heleboel liquiditeit zit. En dat is uh, deze. Uh, dit is een heatmap waarop je kunt zien waar iedereen hun stoploss heeft staan. Uh, deze deel ik ook elke dag in de premium discord groep. En je ziet dus onder die 20.000 dollar bij de 200 moving average op de dagelijkse. Uh, dat daar gewoon heel veel liquiditeit zit. En de markten die bewegen vaak die kant op. Goed, dus dat is deze wekelijkse grafiek. Ik wilde even de bitstamp grafieken erbij pakken. Eh, dus wat ik eerder ook zei, falling wedge. We kunnen hier een uh, max pain scenario krijgen. Ik had verwacht dat hij dan bij de 25.000 dollar zou afwijzen, maar het kan eventueel ook zijn dat we eerst naar die 30.000 gaan en dan een uh, flinke pullback krijgen. Hoe dan ook, uh, de wekelijkse uptrend die leek hier gebroken te zijn. Dus we hadden hier een low, een high, high low, high high. Laat me even inzoomen, trouwens. Even die weghalen. He, dus wat we een mooie week. Klik ze uptrend, een low, high, high-low, high, high. Wel marginaal. Dus dat was zwak. Nou, daarna kregen we ook verder zwakte. Uh, toen werd die uptrend gebroken. Maar eigenlijk uh, moeten we dit misschien ook als een uitschieter uh, zien. Is dit de high-low? Hebben we hier gewoon een high-high? En dit is in ieder geval een beweging verder omhoog. He, dus dit was eigenlijk gewoon nu achteraf ook gewoon een hele flinke shakeout. Dus de trend is wel omhoog. Um, dus zolang we ook boven die 25.200, 400 kunnen blijven hè, wat dus eerder een support was, weerstand, weerstand nu weer uh, mogelijk een support dan zouden we nog kunnen verwachten dat we doorgaan naar de volgende targets en dat zijn dus die 35.000 tot 36.000 en de 40.000 dollar was een, een mooie en mogelijk zelfs die golden pocket regio net als dat we hier in de bear market van 2017 zagen van de swing high naar de swing low richting golden pocket en dat zien we hier dus ook. En dat is een flinke beweging. En de markt is ook anders. Dus het is absoluut geen garantie. Maar het is gewoon iets om uh, naar te kijken. Hè? Van de swing high naar de swing low. Zitten we nu nog niet eens op de Golden Pocket. Dus op de 0,382 Fibonacci. Maar daar kunnen we vrij hard naartoe gaan. En de Golden Pocket ligt hier op de 48.000. Volgens nog: de, uh, voor het overzicht waar ik naar kijk, zijn deze twee. Situaties op de korte termijn. Dus krijgen we een pullback en dan kijk ik naar een long op de 25.200 bij bevestiging. Dus we moeten even kijken wat daar gebeurt. En als we eerst doorgaan richting die weerstand, dan zou ik daar toch kijken voor een short richting de FMC meeting. Even kijken, dan de futures grafiek. We zien dat we in een oude futures gap zijn aanbeland met de koers. Die is nog niet volledig gesloten. En we zien ook dat er een kleine gap is ontstaan voor afgelopen weekend. En die zit hier tussen de 26.935 en de, even kijken, 28.095. En vaak sluiten die gaps eigenlijk dezelfde werkweek, of ja, werkweek, tradeweek nog. We zien in ieder geval tekenen dat we weerstand hebben. Hè? Dus we zitten hier gewoon op de wekelijkse weerstand. Tegen die weerstand aan, hier eigenlijk. En op de dagelijkse zien we dat de RSI ook overboord is. Ook op de dagelijkse grafiek van, S, van Bitcoin, op de bitstamp grafieken die dus 24-7 doorgaan, zien we dat we hier tegen die weerstandsbalk aan zitten. tussen de 28,6 en de 30,2k. Dus hier long gaan. Na een beweging, die heel groot is geweest, natuurlijk. Hè? Dus dat is een beweging van 45%. Is longgaan niet het meest verstandige. Ja, dus in dat geval, mochten we dit breken, support maken, dan kun je kijken naar de 35.000 dollar, 40.000 dollar, mogelijk de 48.000 dollar op de wekelijkse die ik als target had. Maar hier is het eigenlijk afwachten. En mochten we nu dus de komende dagen toch zo doorgaan, dan uh, wil ik hier toch kijken of ik een short run starten. En dan kijk je dus weer naar de eerste target: 25.200. We zien op de 24.000 dollar op de heatmaps dat er ook nog liquiditeit zit. En zoals ik eerder liet zien, hieronder die 20.000 dollar zit ook een heleboel. Dus dat zou een derde target kunnen zijn. En het is even kijken wat dat zal gaan doen. Um, op dit moment is in ieder geval deze. Ja, broadening top die is naar boven uitgebroken, maar je zit hier al tegen weerstand aan. Dus dat is afwachten wat de koers gaat doen. Vervolgens zien we namelijk ook dat hier het volume aan het afnemen is. Dat is meer een teken dat we richting een tijdelijke top in ieder geval gaan. De RSI is hier overboord. Dus er zijn meerdere tekenen die laten zien dat we richting een top gaan. Ook als we kijken naar de bollinger bands, zien we dat we tegen de top aan zitten hier eigenlijk. En dat is gewoon weerstand. Dus... Ik ben niet van plan om echt de long te nemen. Misschien op de lagere timeframes dat dat kan. Maar um, ja, dus eerder wachten op een pullback voor een mooie instap. Goed. Trader doe ik het meest op Bybit. Rechtsbovenin vind je een overview over waarom ik er fan van ben. En uh, dit geldt niet meer, de, dit puntje. Maar ze hebben goed uh, volume, liquiditeit. En mijn referral link vind je in ieder geval onderin in de videobeschrijving. En als je wilt leren traden, doe dan zeker de gratis kennismakingscursus. Je leert wat traden is, wat je ervan kunt verwachten. En ook vooral uh, ja, haalt het ook FOMO uit je, omdat je weet waar je mee bezig bent. En als je meer wilt leren, je eigen analyses maken, kun je natuurlijk handelen een deel de handelen deel 1 doen, en als je meer wilt leren over hefboom-traden, dan kun je ook deel 2 doen. Goed, uh, Bitcoin op de lage timeframes. Er was uh, een klein short-moment hier, dat heeft gefaald, en we zien nu eigenlijk uh, met volume dat de koers weer aan het stijgen is. Gisteravond was er een moment om short te gaan, er was hier een uh, evening-star reversal, en die is ook doorgegaan naar beneden, maar die is nu alweer aan het reversen. Dus het zie je even wachten wat we gaan doen eigenlijk. Um, dit was een evenwichtpatroon die over het weekend is uitgebroken en die zijn over het algemeen niet te vertrouwen. En het lijkt er eigenlijk op dat we hier nu een uh, hertest hebben gehad en dat we hier toch door willen gaan naar boven. En dan kijken we naar targets. Even kijken. technische target hiervan ligt in ieder geval op de 29.174. Dus vanuit daar ook kijken krijgen we iets van distributie. Hè, met uh, nog een pumpje omhoog gaan we dan naar door naar beneden. Dan kun je dat dus shorten maar. Even kijken hoe dat zal gaan ook met de FMC-meeting. Ik blijf, wat dat betreft, iets meer aan de zijlijnen totdat we de FOMC meeting hebben gehad. Want daaruit kunnen we gewoon veel meer duidelijkheid krijgen. Maar deze zone hier is een weerstandszone. En ook waarschijnlijk beter om te shorten dan om long te gaan. Hoe dan ook, dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik zou zeggen: Happy trading, een hele fijne dag en tot de volgende video.